Goedemorgen en welkom bij vlog 26. We beginnen natuurlijk weer met een lekkere shake. En straks laat ik jullie zien hoe mijn hair extensions worden ingezet. Oh ja, en ik sluit af met een lekker receptje met eerlijk vlees. Nou, Kirsten die komt straks naar me toe en die gaat mijn extensions even inzetten. Die gaat dit keer niet een hele lange vlijm doen, maar wat opvulling. Zodat mijn haar wat voller is en een klein stukje langer. Ik heb ooit een keer onderwerp gekocht en daar doe je best wel lauw mee. Dat zijn zulke extensions. Door de gaatjes gaat dan een microringetje. En met het microringetje die wordt vastgeknepen, zit het dan vast in mijn haar. En zo blijft het ongeveer, 1 tot 2 maanden goed zitten bij mij. Dit is dus alles wat je nodig hebt. Ja, en een kapster, want zelf inzetten, dat is echt geen doen. Ik ben weer thuis. Even los van dat. Ben ik weer terug. En wat is er binnengekomen? Dit doosje. En dat is van een collegaatje van mij van Transavia. Gerwoud. Is een bedrijfje begonnen in eerlijk vlees. Dus, zoals Gerwoud het beschrijft, eerlijk vlees willen we allemaal. En daar heeft hij natuurlijk helemaal gelijk in. Want ja, tegenwoordig wordt er natuurlijk zo ontzettend veel goede hormonen, antibiotica, suiker, van alles eigenlijk, water toegevoegd in met name de kip. En de kip is natuurlijk iets wat sporters heel erg veel eten. Wij willen allemaal veel eiwitten binnenkrijgen. Dus in onze voedingsschema zit ontzettend veel kip. Nou, ik vind dus belangrijk om af en toe eens stil te staan bij het feit dat er dus ook goed vlees te verkrijgen is. Nou, dit bedrijf die stuurt het dus zelfs naar je op in dit ontzettend mooie koeldoosje. Nou, helemaal super. Ik ben hartstikke benieuwd. Dit is de bovenkant. Wat een meer vind ik ook. Ja, er zit dus netjes een coolpack in om koud te houden met het versturen. En tada! Kipfilet! Ik zie het ook al echt meteen dat het er veel beter uitziet. Nou, we gaan het lekker maken. En even kijken wat ik nog meer in huis heb, wat voor gerechtje ik ervan ga maken. Ik heb volgens mij spinazie en ik heb volkoren spaghetti. Misschien is het wel lekker om daar iets van te maken met kip. En thanks Gerwoud, echt super lief dat je dit hebt opgestuurd vanuit je bedrijfje. En echt super goed ook voor iedereen om wat meer stil te staan bij gezond vlees. Wat een goed leven heeft gehad. Ja, dat vooral. Vlees wat een goed leven heeft gehad. Wat voor vlees ze in de kuip hebben. Gelders vlees. Even voor 2 dagen maken. Dan hebben mijn vriend en ik vanmorgen ook eten. Ik om mee te nemen en hij om thuis te eten. Ja, dus dan weten jullie waarom ik zo wil gaan maken. Dat doe ik trouwens wel heel erg vaak om meteen eten te maken voor de volgende dag. Want het is nou eenmaal veel minder werk. Het scheelt je gewoon echt in tijd.
Maar niet alleen dat, het scheelt je ook geld. Want je hoeft gewoon veel minder nieuwe dingen te kopen. En je hoeft ook minder weg te gooien aan het einde van de avond. Dus ik adviseer iedereen om gewoon minimaal één keer per week voor meerdere dagen te koken. En dan zal ik kiezen voor iets als een pasta, zodat je daar gewoon nog een lekkere frisse salade nog vers bij kunt maken. Of misschien iets met rijst en kip en groenten. Dat is altijd goed natuurlijk, maar dan wel goede kip. Vrij. En wat doe je aan als je vrij bent? Doei doei. Sorry, ik ben aan het werk. Zo lopen wij er thuis dus bij als we vrij zijn. Ik weet ook welke oefening dat is. Dat je zo'n stang vasthoudt en dan ga je op je knieën en dan rol je helemaal zo naar voren. Wow. Ken je die? Die heb ik vannacht al gedaan met jullie. Ik was er niet vannacht. Nou, ik bedoel, die heb ik vannacht met mijn handen bezig gedaan. Deze. Oh my god. Oh my god, dat Facebook ook. Dit is niet echt hoor, schat. Echt niet, het is niet echt. Dit is niet echt meer Facebook, maar meer assbook. Ja, weet je wat er was gebeurd? Dexie had chocola gegeten. Uit mijn tas van de tafel gepakt, terwijl we op een verjaardag waren. Dus moesten we met Dexie midden in de nacht naar de dierenarts. Maar hij heeft gelukkig alles uitgekotst. Maar helaas... Hij pist nog steeds. Jongen, limonade, suiker, appelmoedersuiker. Heb je supergezond? Limonade. Ga je alle dingen toevoegen? Limonade, schat. Dit, ik heb één heel klein scheutje gedaan. Dat is limonade die ik heb gekocht, ja. Precies. Maken. Hier, 0,4 suiker. Ja, nou, en allemaal andere slechte dingen. Het is toch helemaal niet nodig. Moet je maar koffie. Je moet genieten van je eten. Het is ook gewoon natuurlijk appelmoes. Je hoeft helemaal niet zoveel te drinken en zoet en dit en dat. Kijk, dit is gekke, mooi smaak van eten. Is dit het speciaal vlees? Ja. Ik ben benieuwd. Ik voel het echt. Ja? Mm-hmm. Het is echt veel minder taai. Mm-hmm, nou, zeker. Ja, het is veel mosser. Nou, eet smakelijk. Het is echt anders.